Wanneer u er giek aan vindt, of als het u niet aanspreekt, dan zult u nimmer in deze Amsterdamse hoedenzaak een ijzeren conformateur op het hoofd geplaatst krijgen, zoals deze meneer die wel een hoge zijde wil hebben. Met dit apparaat neemt de hoedemaker de maat van het hoofd. De op maat geknipte verkleining wordt vervolgens in de vermiljon gelegd. Een instrument dat op de juiste omtrek van het hoofd wordt aangeklopt. Dat is een precisiewerkje, want of de klant nu minister of goochelaar is, of allebei, de hoed mag nooit knellen. Met de strijkbout wordt eerst de rand van de hoed gesteven. Wanneer de omtrek vaststaat, wordt een houten blok uitgezocht, de bouwvorm voor de hoge hoed. Op dat blok komt nu een hoedenzak met vier lagen in schellak gedrenkt linnen. Daarmee begint de hoed er al een beetje als een hoed uit te zien. Hoe vaak de strijkbout er dan nog aan te pas komt, daar zou je van staan te kijken. Nu is de ondergrond klaar. Die krijgt allereerst een laag vernis. Daarna gaat de zwarte pluche erover. Het is een omslachtige fabrikage, zelfs zonder dubbele bodems. En als er twee hoeden per dag klaarkomen, is dat dan ook al heel wat. Nog even vaststrijken en dan kan de hoed toegevoegd worden aan de stapel bestellingen die wacht op de opdrachtgevers. Deze Amsterdamse hoedenmaker is één van de in totaal drie die dit handwerk in Nederland nog beoefenen. Met zo'n hoed op het hoofd of in de hand komt de klant door het ganse land.